Vrienden, hier is weer jullie rapporteur van de Boer Zoekt Vrouw. Ja, ik moet even natuurlijk eventjes verslag uitbrengen. Maar jullie hebben natuurlijk zelf ook gekeken en ze hadden daar dus bedacht bij de redactie van die Boer Zoekt Vrouw. We gaan dit keer truttig doen en infantiel. Nou, dat is gelukt, dat hebben we gezien. Wat die mensen allemaal niet moesten doen. Die moeten dus midget golven en die moeten bloem schikken, ja, en bellen blazen. En daarna boerendans van de 1, 2 hakken hakken pannenkoek. Heb je dat al gezien? En daarna dan zo'n hele stijve editie van het Chinese staatscircus. En dan zaten ze elkaar ook nog allemaal in het hol te gluren. Nou, dat was allemaal Boer Zoekt Vrouw. En daarnaast was het dus, vrienden, en dat hebben jullie natuurlijk ook gezien, het was ongelooflijk saai. Ja, heel erg saai. Want laten we nou eerlijk zijn, laat ik het gelijk maar bij de neus pakken. Lammetje, nou dat was werkelijk ongelooflijk. Die is ook saai. Lammetje is saai. En die heeft dus dan 5 van die mannen. Ja, en die zeggen ook al niet al te veel. Ja, dan gebeurt er dus niks. Dus het maakt mij ook niet uit eigenlijk wie ze nou neemt. Want ze heeft die gozer met die hoodie op. Nou, die zal het dan wel waarschijnlijk worden. Nou, laat ze die maar nemen. Maar ik ga niet zoveel aandacht meer besteden aan het lammetje, hoor. Nou, dan hebben we die Jouke. Ja, bijgenaamd Boppen. Ja, die gozer uit Friesland. Maar ja, die gaat alleen maar voor good looking. En hij zoekt dan ook nog eens een keer eigenlijk een huismoeder. Pff, ook al zoiets. Ook alweer truttetas, Martien. En ik vind die Boppen ook eigenlijk niet zo verschrikkelijk leuk. Dat is het probleem een beetje. Maar goed, die meiden die gewoon, die Boppen. Nou goed, hij moet gewoon van al die meiden, hij heeft er nou 3 genomen. En dan moet hij gewoon die Lotte nemen. Die Lotte is gewoon met afstand de leukste. En als die het niet wordt, dan maakt hij een enorme blunder. En daarna hebben we natuurlijk Hans. Ja, weet je wel, bijgenaamd Hinnik. En Hinnik, ja, Hinnik die vindt het alleen maar belangrijk om 's morgens lekker bakje koffie te doen. Dat vind Hinnik lekker. En 's middags nog lekker een bakje koffie. En dan wil hij verder alleen maar gezellig. En een beetje warmte. Dat is het enige wat Hinnik nog zoekt. Nou ja, al die vrouwen die kunnen verder doen en laten wat ze willen daar. Die doen allemaal niet de zaken. Want het gaat natuurlijk om de buurvrouw. Ja, dat had ik vorige week al gezegd, zeg ik weer. Ik bedoel, Hinnik en de buurvrouw, dat gaat het worden. Nou, dan hebben we Rob natuurlijk. Onze man uit de Betuwe. Bijgenaamd Kersenpit. En Kersenpit, daar heb ik vorige keer al van gezegd, dat moet een achterneef zijn van Geilneef. Ik weet, stond al gelijk weer te zoenen en het is veel te lang geleden dat ik jullie weer gezien heb. En oh man, het was weer, ik vind het griezelig allemaal. Beetje griezelig is hij. Maar goed, en er was er een Wendy. Een Wendy. En die riep van, oh wat is hij leuk hè meiden. Nou goed, die Wendy, poep. Helemaal kierenwiet. Maar het is volkomen duidelijk. Het wordt in zijn geval, van die Kersenpit, wordt het die krullenbol. De Sonja, bijgenaamd Sonja. Dus die krullenbol, die gaat dan uiteindelijk met Kersenpit. Ja, het is net voetballen, hè? Ja, gewoon voetbal. Dat hele Boer Zoekt Vrouw. Het is gewoon voorspellen. En dat ben ik nu aan het doen. Nou, tot slot hebben we dan natuurlijk mijn favoriet. Ja, maar veruit mijn favoriet. Evert, Koetjeboe. Koetjeboe. Ja, ik ben helemaal voor hem. Want Koetjeboe, vrienden, die heeft de keus, zei ik toen al, die mevrouw in het paars. En ze gaat nu weer paars aan. En de bijnaam is Nens, geloof ik. En die Nens, dat is dus een hele goeie voor hem. Nou, toen was er nog eentje in een Cora. Dus die schoot van, oh god, god, brrr. Die deed gelijk Bassie. En die ging gelijk huilen. Dus dat is ook een goeie voor hem. Dus, en dan had je verder die Mout. Maar die Mout, die heeft volkomen geschift. Deze kakkieneuze aanstelleritis. En daar zit hij dus mee. En dat ziet even dus onze, zeg maar, Koetjeboe. Koetjeboe ziet niet dat aanstelleritis, dat niet werkt. Maar goed, die heeft hij ook gekozen. Maar het wordt natuurlijk een enorme fotofinish tussen
die Nens, zeg maar paars. En die ik even Basje noem. En dat is dan die Cora. Nou, vrienden, volgende week weer meer over de boer zoekt vrouw.